In deze presentatie willen we eerst de historie en bijzondere ontwikkeling van dit gebied in beeld brengen. Het is altijd een moerassig gebied geweest en gebleven. Vanaf 1179 tot 1948 heeft er een watermolen gestaan en heeft dienst gedaan als korenmolen. In 1840 werd het gebied Stipdonk opgesplitst door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. In 1994 werd de kanaalomleiding gegraven. Hierdoor ontstond er een veel groter en gevarieerd watergebied. Door de sifon en de omlegging van de Nieuwe Aa is een zeer bijzonder natuurgebied ontstaan. Het water van de Aa wordt onder het kanaal iets opgewarmd en bevriest daardoor niet. Ons doel geeft dit gebied de status beschermd natuurgebied. De kern van dit gebied, een ijsvogelparadijs. Het Stuwmeer en de Stuw. De oude, dode arm van de Aa is zeer visrijk. In dit bruine, troebele en stilstaand water vangen de ijsvogels veel vis. Het oude afwateringskanaal van de watermolen. Gedurende het gehele jaar komen hier veel soorten trekvogels en watervogels voor. We maken nu een rondgang langs de buitenrand. Het KNNV heeft in 2012 ook een inventarisatie verricht. Beelden van de strenge winter 2011-2012. De Nieuwe Aa vanuit Diesdonk, nabij de Sifon. Het dichtgevroren Nieuwe Kanaal. Vanaf de Sifon tot het Stipdonkse bruggetje is de Nieuwe Aa niet dichtgevroren. IJsvogels, diverse watervogels en dieren kunnen hierdoor vissen en drinken. Zo kunnen ze overleven in dit gebied. De dichtgevroren dode arm van de Aa. Begin juni 2011 heb ik dit gebied voor het eerst bezocht en had het geluk dat ik hier een ijsvogel zag en ook nog de broedplek ontdekte. Door de winters van 2010 en 2011 was de ijsvogelstand al flink afgenomen. Heel snel hebben we gerealiseerd dat op Natuurkanaal deze ijsvogels een paar maal live te volgen waren.
Thank you.